Het werken met potjes, oftewel met meerdere bankrekeningen, is voor ZZP'ers een geweldige manier om hun financiën te managen. Het managen van de financiën, de boekhouding, het is waarschijnlijk niet hetgene waarmee je het liefste bezig bent. Je bent waarschijnlijk veel liever bezig met de klant, de dienst of je product. En toch, als je de financiën niet managt, kun je nooit een financieel gezond en winstgevend bedrijf runnen. Het veroorzaakt ook stress als je geen grip hebt op de cijfers. Want ontvang jij iedere maand een goed en vast salaris uit je bedrijf? Of moet je leven van de restjes? En weet jij precies hoeveel belasting je moet betalen en heb je dat ook gereserveerd? Als het antwoord nee is op deze vragen, geeft dat onrust. En dat is geen handige energie om je bedrijf te runnen. Het grote probleem ontstaat wanneer je werkt met één bankrekening. Want je zakelijke geld heeft meerdere doelen. En als je alles op één grote hoop gooit, weet je nog niet waar het geld voor bestemd is en kun je nog niet de juiste keuzes maken. Volgens Profit First heeft je zakelijke geld 4 doelen. Eerste doel is natuurlijk winst. Je moet winst maken met je bedrijf. Dat is één van de redenen waarom je ondernemer bent. Winst die je kunt teruginvesteren in je bedrijf of die je kunt uitkeren als beloning aan jezelf. Tweede belangrijke doel van je geld is salaris. Of je het nou salaris noemt of een privéopname, jij als ondernemer bent eigenlijk de beste werknemer in je bedrijf. Dus je moet goed beloond worden voor jouw werk, voor je innovatiekracht. Het derde doel van je geld is de belastingen. Dat geld is niet van jou, dus je kunt het ook maar beter niet opmaken. En het vierde doel is kosten. Natuurlijk heb je ook kosten. Opleidingskosten, verzekeringskosten, kantoorkosten, advieskosten. Volgens Profit First verdeel je geld dan ook over die 4 rekeningen. Winst, salaris, belastingen en kosten. Dat is het eerste principe van Profit First, het kleine bordjesprincipe. Het tweede principe is de juiste volgorde. Eerst verdeel je je geld en pas daarna betaal je de rekeningen. Niet andersom. Op die manier betaal je de rekeningen alleen maar uit het potje wat daarvoor bestemd is. En ga je niet het geld van de belastingen of van jouw salaris opsnoepen om de leveranciers te betalen. Het derde principe is haal de verleiding eraf. Je wilt niet in de verleiding komen om te gaan snoepen van de belastingrekening of je winstrekening. Daarom is het handig om die rekening of te verbergen of dat geld op een andere bank te storten, zodat je er niet bij kunt. En het vierde principe tot slot is ritme. Je wilt je geld niet iedere keer verdelen als de klant het aan jou betaald heeft. Dan ben je de hele dag bezig met geld verdelen. Dus doe dat wekelijks of om de week. Pak je eigen ritme en zoek er een vaste dag voor waarop jij jouw geld verdeelt. Omdat ieder bedrijf anders is qua omvang, strategie en financiële gezondheid, is het echt belangrijk om je eigen maatwerkpercentages te gebruiken. Om je een idee te geven hoe het Profit First systeem werkt, geef ik je een voorbeeld voor een bedrijf met een omzet van 100.000 euro. Het geld van de klant komt binnen op de ontvangstenrekening. 1000 euro in dit voorbeeld. 5%, 50 euro, gaat naar de winstrekening. 43% naar de salarisrekening. 22% naar de belastingrekening voor de inkomstenbelasting. En 30% gaat naar de kostenrekening. Dit voorbeeld roept waarschijnlijk ook meteen allerlei vragen op. Want hoe zit het met de BTW? Wat doe je met de winst in het winstpotje? En wat nou als je de rekeningen niet kunt betalen met het bedrag wat beschikbaar is in het kostenpotje? Allemaal hele relevante vragen. En ik geef daarop en ook op andere vragen antwoord in de online training. Ik wens je een heel financieel, gezond en winstgevend bedrijf. En mijn naam is Femke Hogema van Profit First Nederland.